Moment kan ik u zeggen. Ook voor de artiesten die hier verderop in de groene zaal bij elkaar zitten. Even naar het noorden van Noorwegen, het hele programma lang, krijgt u allerlei aardige blikjes van Noorwegen te zien. Dit zijn de lappen, een minderheid die in het noorden wonen, die het dierenras rendier in stand houden. Dat kun je hier ook eten, er zijn er blijkbaar genoeg van. Het is daar altijd koud, het is er vaak sneeuwig, maar het is er ook erg mooi. In Joegoslavië is het vaak erg lekker weer. En uit dat land komt Doris Dragovic. Joegoslavië heeft nooit gewonnen, ondanks de 21 keer dat ze mee hebben gedaan. In 62 en 83 werden ze vierde. Doris Dragovic dus vertegenwoordigt ze. En u kunt zich voorstellen dat zij een van de favorieten van de media was. Het is een mooie en verschrikkelijk aardige mevrouw. The performing artist from Yugoslavia, Doris Dragovic, has spent her childhood in a town which is closely connected with pop festivals, namely the town of Split. Voici Doris Dragovic. Zij komt uit Split en zoals u misschien wel weet wordt daar elk jaar een niet onbelangrijk festival gehouden, ook een songfestival zoals het in vele landen wordt gehouden, maar in ieder geval is Split heel belangrijk en daar komt Doris Dragovic dus vandaan. Dit is Nikita Kalogera. Hij is de dirigent voor de Joegoslaafse inzending. De tekst betekent Love is Fire. Još te volim, dajem iskreno sve. Noć je ova crna bez tebe. Ako ima sreće, vratit ćeš se. Moja kazna, moj grijeh. Tiho, tiho, suzo, ne daj se. Moja. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Het betekent love is fire, liefde is vuur. Doris Dragovic is in 1961 geboren.